Breda was de volgende wedstrijd in de rij voor de KNSB Cup. Na de spannende wedstrijd vorige week in Deventer was het nu ja, ook weer aanval. De dames hadden uiteindelijk ervoor gekozen om er een harde wedstrijd van te maken. En hier ziet u een groepje wat langzaam wegrijdt met dan de leiding in het geel-zwart, Femke Morsinkov. En die dames kregen uiteindelijk een halve ronde voorsprong. Maar kwamen ook niet dichterbij. Rondes na rondes. Een halve wedstrijd op voorsprong. Het peloton kwam niet dichter bij de kopgroep. En de kopgroep kwam niet dichter bij het peloton. Het kwam er hulp van diverse ploegen. Onder meer hier Merel Bosma die gaat helpen. En dan gaat het gebeuren. Gaat de groep met dames rond en bakken die ronde voorsprong. Hier ziet u de aansluiting. En dat betekent dat die dames die ronde voorsprong pakken. Met onder meer Femke Morsinkov, Achie Walsma, Mike Vrij, Ardianne Preutser en Anne Lelts. En als het al het peloton is afgesprint, gaat deze groep dames verder. En zij gaan het uitvechten. Een aanval van Laura van Ramsors, die stuurt helemaal naar buiten. En dat is het teken aan de binnenkant voor Femke Morsinkov om te gaan versnellen. En ze pakt meteen een paar meter hoor. En dan is het kijken. Kijken wie dit probleem moet gaan oplossen. Laura van Ramshorst, ja, die controleert natuurlijk voor haar ploeggenoten. En dan ziet hem bijna Femke Morsinkov de medevluchters alweer in de rug. En dan is de overwinning wel duidelijk, die gaat ze halen. Maar ze komt nog dichter en dichterbij, want achtervolgens, ja, die kijken hoofdzakelijk naar elkaar. En hier weet ze het hoor, ze is er bijna. Zij kan juichen, want ze ziet dat de andere dames, die moeten nog gaan sprinten. En Femke Morsinkov wint hier haar eerste marathon in Breda op glorieuze wijze. Terwijl Femke wint en geniet, is het hier Maaike Verweij die de sprint aantrekt voor Ardianne Preutser. Gaan de laatste bocht in. Laura van Ramshorst op een goede vierde plek. Die weet natuurlijk al dat er is gewonnen voor het team. En dan is het een sprint tussen Maaike Verweij en Ardianne Preutser. Maaike Verweij tweede, Ardianne Preutser derde.